Hoe heeft jouw week eruit gezien? Ja, dit is de drukste, hectischste week van mijn hele leven eigenlijk. Maar niettemin, het is de mooiste week die ik ooit heb gehad. Die twee goals, gisteren was ik jarig. Dan krijg je ook nog zo'n trofee. Dat is mooi allemaal. Wat was voor jou het allermooiste? Nee, ik hoor van iedereen dat moment dat ik door de spelers naar voren werd geduwd om met de supporters te vieren, dat iedereen nou kippenvel bij kreeg. Nee, dat is wel wat een beetje compleet maakt, zeg maar. Je hebt je school, je hebt de ADO, maar je loopt ook nog stage bij de Gamma. Klopt, ja. Dat hoort bij onderdeel van school. Elke dag of één keer in de week stage lopen, een aantal uren. Ja, dat hoort er gewoon bij de opleiding. Meestal helpt hij mij mee met het hout eigenlijk, hè? Het hout een beetje vullen. Als hij succesvol is in het voetbal, dan verdient hij volgens mij in één wedstrijd meer dan ons maandsalaris. Dus dat moet je ook gewoon lekker doen. Maandagochtend was het gesprek van de dag hier zo. Iedereen was helemaal... Want iedereen wil nu je beste vriend zijn natuurlijk, hè? Ja, inderdaad. Mensen die ik heel veel jaren niet gesproken heb, die feliciteren me. Vrienden, teamgenoten, de jongens hier, dat is heel mooi allemaal. Een paar exen die je al lang niet gesproken hebt ineens weer op de telefoon. Ja, dat ook inderdaad. Fotootje erbij misschien nog. Ja, misschien wel. Deze jongen. Ja, dit is je allereerste trofee is profvoetballer, denk ik, hè? Ja, klopt. Dit is de eerste trofee die ik in de handen krijg, inderdaad. Ik wens je heel veel succes. Niet alleen vrijdag, maar ook in de rest van je carrière die nog moet beginnen, hè? Hartstikke bedankt. Ze kwam thuis en zegt, mam, ze zegt, ik heb onze topscorer gezien. Ik zei, ja, Quint, het is ook maar iemand die ook gewoon naar het toilet gaat. Yeah.